Rond de klok van 10 voer vrijdagochtend vanuit de Wansumse haven de Zilvermeeuw 2 uit. Aan boord waren zo'n 180 leden van de Venrijse afdeling van de Zonnebloem. Ze hadden geluk, want de jaarlijkse tocht was er bijna niet meer geweest. Het was bijna afgeschaft, deze boottocht, want de Nationale Vereniging is gestopt met het organiseren. Wij hebben het deze keer zelf opgepakt, met het risico. We waren best een beetje bang dat we niet genoeg aanmeldingen zouden krijgen, want het kost wat natuurlijk, zo'n boot afhuren. Maar tot onze verbazing hadden we meer belangstelling zelfs dan de keer daarvoor. Dus in tegenstelling, ze dachten dat de animo terugliep, hebben wij nu meer aanmeldingen dan vorige keer. De mensen stellen het nog zeer op prijs, blijkbaar. Doordat de Zonnebloem, de boottocht, dit jaar op eigen initiatief organiseerde, was er behoorlijk wat energie nodig van de organisatie. Dat vergt gigantisch veel voorbereiding, kun je wel zeggen, ja. We hebben daar een heel team voor. Iedere afdeling heeft een afgevaardigde in de boottochtcommissie. En die doet de coördinatie tussen de organisatie en de afdelingen. Maar we hebben van alle kanten hulp. Maar desalniettemin is het behoorlijk wat werk. Een dag als deze kan zonder vrijwilligers bijna geen doorgang vinden. Op de boot waren er 21 aanwezig om met de gasten naar de zin te maken. Die hebben taken zoals koffie, thee ronddelen, direct een drie gangen diner serveren, de afwas doen. We hebben een loterij aan boord, dus zij verkopen de loten en brengen de prijzen rond. Wat doen ze nog meer? Ze hebben een heleboel taken. En het is niet zo dat ze niks te doen hebben. We hebben trouwens gezegd, als je even geen taak hebt, ga dan met de gasten praten. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste vandaag. Dat de gasten een gezellige dag hebben. En dat wij daar zeker ook de tijd voor nemen om een praatje met de gasten te maken. We doen het niet voor onszelf, we doen het voor de gasten. Een van de 180 gasten was de heer Jansen. Hij keek al een hele tijd uit naar deze dag. Nou, je komt weer een heleboel mensen tegen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Die dan ook af en toe gehandicapt zijn. Zowel lichamelijk, geestelijk wil ik niet zeggen, maar dat gebeurt af en toe ook. Maar het is zeer interessant ook voor de omgeving. Jullie varen op een hele mooie boot, maar wat doen jullie allemaal zoal op die boot? Nou, we beginnen 's morgens met koffie en dat is dan het inkomertje met cake zelfs. Door de dames gebakken, dacht ik. Ik weet het niet zeker, maar dat vermoed ik. Want de vrijwilligers van de Zonnebloem die doen van alles. En dit, begeleiding en alles, dat is prima verzorgd. In januari bestaat de Venrijse afdeling 40 jaar. Dit jubileum wordt in maart groot gevierd. De evenementenhal is al afgehuurd. Het programma dat moet nog uitgewerkt worden, neem ik aan, dus dat weet ik in ieder geval niet. Maar daar komt muziek bij. De burgemeester, dat is al gereed. De burgemeester komt de openingstoespraak houden. Moet ik het ook nog zien wat er allemaal gaat gebeuren. De tocht met de Zilvermeeuw voerde tot Kuik. Om vervolgens rechtsomkeer te maken naar de veilige thuishaven van de senioren.